Hoe maken we duidelijk aan nieuwe generaties dat de oorlogsgeschiedenis een essentieel onderdeel is van onze gehele geschiedenis? En dat het niet alleen maar het verhaal is van een deel van de bevolking, maar een verhaal dat iedereen moet kennen. En daarvoor, en daarom zijn we hier vandaag, hebben we het Indisch erfgoedportaal www.indieinoorlog.nl gemaakt. Een plek op het internet waar bezoekers alle informatie kunnen vinden over erfgoed en programma's rondom Nederlands-Indië. En het is echt een unieke site geworden. Nooit eerder is het gelukt om collecties van verschillende erfgoedinstellingen via één digitaal portaal te ontsluiten. Dus we hebben hier echt te maken met een primeur. Onder leiding van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek hebben 12 grote instellingen, waaronder het Nationaal Archief, het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, het Museum, Pelita en het NIOT, hun digitale collecties beschikbaar gesteld. En hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld al het erfgoedmateriaal over Jakarta tijdens de oorlog door één druk op het toetsenbord in te zien.